Leuk dat je kijkt naar deze video over de Olympus OM-D E-M10 Mark III systeemcamera. En eerlijk gezegd, ik moet altijd nadenken bij die naam, want het is nou niet bepaald intuïtief. Maar laten wij meteen gaan starten. We gaan deze systeemcamera's even bekijken. En je kan met mij meekijken, gaan functies bekijken, menu's, knoppen. Nou, ik ben trouwens Joris Dijkema, fotografie docent en eigenaar van Kijk en Zie Fotoschool. En bovenop de camera vinden we natuurlijk dat programmawiel. Dus dat is het wiel waarop staat de lettertjes en ook automatische stand. Nou, daar ga ik verder niet op in. Hij staat nu in de A-stand zoals je kan zien. We hebben natuurlijk ook een S-stand waarin je zelf de sluitheid kiest. En in de A-stand kies je trouwens zelf je diafragma. Nou, als je deze camera op de M-stand zet, dan heb je dus twee instelwielen. Het voorste wiel, daarmee kun je je diafragma wijzigen. En het achterste wiel, daarmee kun je dan je sluittijd wijzigen. En dat is op zich wel handig, want niet elke instapmodelcamera, een beginnerscamera zeg maar, heeft twee van die wielen. En je kunt dat dus redelijk vlot allemaal ook wijzigen. We hebben een stand die heb ik eerlijk gezegd uh, nog nooit gebruikt. Die is wat beperkter. We hebben een automatische stand. Nou, die wil je natuurlijk niet meer gebruiken uh, als je wat meer wil met je fotografie. Uh, we hebben een scene-stand. Dat zijn een aantal voorgeprogrammeerde scènes, zoals je hier kan zien. Zoals he, nachtlandschappen, personen, beweging, landschap, binnenshuis, close-ups. En ook dit zijn allemaal automatische standen gemaakt voor wie eigenlijk helemaal nog niet weet wat hij moet doen. En prima als je zo start en er plezier aan hebt. Maar als je meer wil, dan ga je dit soort standen ook verder niet gebruiken. Nou, verder hebben wij uh, twee wielen bovenop zitten. En ik ga even terugschakelen nu naar de A-stand diafragma-voorkeur. Uh, en dan heb je een, uh, een wiel om je ontspanknop zitten. En daarmee kan je eventueel de belichting corrigeren. Uh, met het andere wiel voorop. Ja, daarmee kies je je diafragma. Dat is dat F-getal. Uh, daarmee ga je bijvoorbeeld een hoger F-getal kiezen. Of juist een, een lager F-getal. Een laag F-getal, een groot diafragma noemen we dat. Ja, dat zorgt voor meer licht. En je kunt wat makkelijker spelen met mooie wazige, onscherpe achtergronden. Dus foto's waarmee je onderwerp heel mooi scherp wordt. En het dan heel mooi uitspringt. En de achtergrond wordt juist heel mooi wazig. Vind je dit nou fijne uitleg en wil je meer halen uit deze camera? Download dan mijn gratis e-book op kijkensiefotoschool.nl. De 10 bouwstenen van betere fotografie. En dat zijn 50 pagina's met allerlei tips. En als je wil, kun je me ook eens om apparatuuradvies vragen. En we hebben links natuurlijk de knop voor aan en uit. En helemaal links daarvan zit ook nog een klein knopje. En daar kom ik straks ook nog op. Op het moment dat je die indrukt, dan ga je naar ja, belangrijke instellingen uh, die je snel kan wijzigen. En hier heb je nog een uh, fotomodus. En dit is eigenlijk, als ik op oké okay druk, ga ik trouwens uh, in dit menu... Um, hiermee kun jij bepalen hoe jouw foto eigenlijk in de camera een bepaalde stijl mee krijgt je ziet al dat dat vivid dat dat doet iets voor de kleuren zie, het verschil tussen natural en vivid is dat dat vivid, de kleuren die spreken allemaal wat meer, en zo kun je allerlei uh, dingen gebruiken monotone is een manier om zwart-wit foto's te gaan maken, ook als je niks weet van een nabewerkingsprogramma en hier zijn allerlei opties en de ene wat mooier dan de andere misschien, sommige zien er misschien wat kunstmatig uit, uh, maar misschien vind je het wel leuk om hiermee creatief aan de slag te gaan hier kan je bijvoorbeeld de datum en de tijd wijzigen. Dat kun je helemaal instellen met pijltjes naar boven of naar beneden. En uiteindelijk druk ik op oké. Okay. De, de taal kun je wijzigen. Er zijn allerlei verschillende talen. En als je houdt van een beetje humor, dan moet je die, is die camera van je partner eens op Russisch zetten. Om te kijken hoe die dan reageert. Firmware heb je misschien niet zoveel nodig, maar het kan zijn dat je soms een update uh, kunt halen. Dat er een update is door Olympus en dan weet je dus eventjes welke firmware heb ik nu. En dan zie je, er is bijvoorbeeld nu firmware 1.3 en dan zie je jij hebt 1.2. Dus dan kan je die update gaan, uh, gaan halen. Voor je deze video nou leerzaam? Je kunt ook toegang krijgen tot de lange versie van deze video... Uh, waarin ik nog veel meer knoppen, functies en slimmigheidjes bespreek. Wat de alletjes onder het gras zijn. Uh, en zo ga je echt veel meer rake beelden maken van. Dieren die bijvoorbeeld bewegen of mensen. Je gaat meer momenten benutten. En je kunt dan de manier waarop ik zelf scherp stel en zorg voor optimaal resultaat bij bewegende onderwerpen, kun je gewoon overnemen. Kun je eigenlijk gewoon nadoen. Dus ik doe het allemaal voor terwijl jij meekijkt uh, met mijn scherm. En dan kun je precies dezelfde stappen herhalen en dat gewoon kopiëren. En zo ga je veel meer halen uit deze camera. En dan krijg je er vaak ook meer plezier in, omdat er meer lukt. Je krijgt daarnaast dan ook toegang tot 400 andere video's. Bekijk dit op de website. En je bent natuurlijk ook welkom op een van de cursussen op locatie. En ook dit vind je op de website. En voor nu veel succes met fotograferen. En je kan ook starten met het downloaden van mijn e-book op kijkensiefotoschool.nl.